Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft een wisselend beeld gehad vandaag. Met op sommige plaatsen de zon. Vooral over het midden van het land wat dikkere wolken. Sluierwolken over Zeeland. En in de loop van de dag op andere plaatsen ook stapelwolken. Dat gaat allemaal wat veranderen. Dat betekent voor de komende uren dat we langzaam maar zeker naar een normaal verdeeld beeld gaan. Met overal een beetje hetzelfde plaatje. Wisselend bewolkt, opklaringen. Maar ook nog enkele wolkenvelden blijft vanavond droog met temperaturen van een graad of 17. Vannacht gaat het kwik verder omlaag met in het noordoosten 9 graden op de thermometers. Een frisse nacht in het zuiden, graad of 14. En daarbij kan in het noordoosten vooral een uh, enkele mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het wisselend bewolkt met heel weinig wind. Ook morgen overdag staat er weinig wind, hoofdzakelijk uit een richting tussen oost en zuid. Temperaturen lopen op naar 21 graden in het noorden en 24, misschien zelfs 25. In het zuiden van het land. Zonnige momenten, maar ook wolkenvelden. Neerslag is hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde. Dan de woensdag, dat wordt de warmste dag van de week met 24 tot plaatselijk 28 graden. Matige Zuidoostenwind, zonneschijn, ook wat wolken en nog geen neerslag. De kans op een bui is donderdag vooral wat groter en ook vrijdag blijft het niet overal droog. Dan lijkt de temperatuur weer iets in te leveren, maar we blijven wel boven de 20 graden. En ook de dagen die volgen zien we de temperatuur hoofdzakelijk boven de 20 graden, maar we zien de Tegelijkertijd dat vanaf vrijdag of zaterdag de onzekerheid wel behoorlijk begint toe te nemen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl